Hallo en welkom terug iedereen op ons YouTube-kanaal. Eerst en vooral hartelijk dank om heel veel te kijken naar mijn filmpjes. Super! Er zijn echt al filmpjes bij dat al 4000 keer bekeken zijn ofzo. Ik had nooit van mijn leven gedacht dat ik een filmpje zou maken dat tot 1000 keer ging bekeken worden. Maar super dank daarvoor. Echt, dat doet me enorm veel deugd. Vinden jullie de video's leuk? Onderaan het scherm, ik denk rechtsonder. Staat een, als jullie via de pc kijken trouwens, staat al een link waarop jullie gratis kunnen abonneren. We zijn hier vandaag niet op een vijver. We zitten hier op een natuurlijk openbaar water. Een water waar iedereen mag komen vissen als je een visverlof hebt van de Vlaamse gemeenschap. Kost denk ik 15 euro. Dan mag ik hier komen vissen. We vissen hier vandaag op de Dender, ter hoogte van Aalst. Heel visrijke rivier. 20, 30 tal jaar geleden zomer hier letterlijk geen vis op. Maar dat is nu volledig anders. Heel visrijk, worden ook al kwalificatiewedstrijden gegeven en selectiewedstrijden op hoog niveau. En ik ben hier vandaag voor een paar uurtjes te vissen met grondvoer. Vissen op de Dender. Op de rivier is het volledig anders eigenlijk dan de vijvervisserij met pellets. We hebben hier vandaag voor een grondvoer gekozen. Grondvoer en dan ga ik bijwerpen met mijn hennep en mijn kasters. Eigenlijk constant die vissen bezighouden. Want er is eigenlijk constant iets van eten valt eigenlijk. Waar er eigenlijk voedsel uit ontstaat. De vissen moeten hier constant tegen de stromen zwemmen, dus het is niet zoals op een vijver waar ze eigenlijk kunnen, kunnen op dezelfde plaats eigenlijk kunnen blijven liggen. Dus ze moeten hier eigenlijk constant tegen de stroming zwemmen. En als er geen eten valt of niks wat hen interesseert, zal ik maar zeggen, zijn ze gewoon weg. Dat hoeft niet veel te zijn. Ik geef hier vandaag een tiental kasters mee en een tiental hennepzaadjes. Hoeft niet constant gekupt te worden, maar eigenlijk vrij goed verspreid worden. Als de vis heel goed haast, maakt het allemaal niet zoveel uit eigenlijk. Dus zoals beloofd, het voer dat we vandaag gebruiken is één deel G5 van Marcel van den Einde. 2 kilo per pak. Ik weeg zelden iets af. Ongeveer een half pakje erin. Een half deel eigenlijk Sigrid voor leefkracht. Straks, dit ga ik nu even bevochtigen. En straks voeg ik er nog één deel Terre de Rivière aan toe. Verzwaart het voer. Ook voor een beetje uit te bulken, voor niet te veel voedingswaarde te geven. Dat we eigenlijk een mooi tapijt krijgen op de bodem. Dus de droge delen zet ik door elkaar. Ruikt heerlijk, mooi vormvoer. Voorzichtig water toevoegen. Stap voor stap en telkens alles goed door elkaar zetten. Het begint er al goed op te gelijken. Heel mooi donkerkleurig voer. Perfect voor de voorn eigenlijk. Wat ik straks ga doen is door middel van deze 3 pints doos ga ik zo één doos ga ik gooien. En daar ga ik dan één deel van die Terre de Rivière als basis startvoer. En de rest ga ik eigenlijk voorbij te kuppen. Dus voor heel, hier ga ik heel veel aas aan toevoegen. Moest het stilvallen op de plek, kunnen we dit bijkuppen. Ziezo, het voer staat nu perfect op punt. Ideaal hoeveelheid water is er aan toegevoegd. Zoals gezegd, ik maak eerst mijn startersvoer klaar. 3 pints doos.
mooi afgestreken. Dat doe ik in een aparte bak. Hier doe ik nog één deel die Terre de Rivière aan toe. Dezelfde hoeveelheid, 50-50 eigenlijk. Doe ik nog even door de zeef. Ik doe toch soms kleine brokjes in zitten. En de rest als steentjes. Dit zet ik heel goed door elkaar. En normaal gezien, ik ken dit vloer eigenlijk van buiten. Dit gaat zo'n 5-6 mooie voerbollen opleveren. Formaat sinaasappel. Dus zoals gezegd, we gaan vandaag vissen met maan en kasters. Met hennep en kasters. Hier voeg ik eigenlijk minimaal aas aan toe. Dus één greepje hennep. En één greepje kasters. Meer voeg ik hier niet aan toe. De overschot van mijn voer ga ik ook mengen met dezelfde hoeveelheid. Dat ga ik dus eigenlijk terug doen. Dezelfde hoeveelheid Terre de Rivière. En daar ga ik heel veel aas aan toevoegen. Dus dat is voor bij te kuppen. Voor de vis echt te concentreren. Voor een echte een hotspot te maken eigenlijk. Startersvoer is klaar. En hier gaan we zoals gezegd veel meer aas aan toevoegen. Dus gaan we regelmatig bijkuppen om de vis geïnteresseerd te houden op de plaats. Of als het een beetje moeilijker wordt, om terug vis op de plaats te lokken eigenlijk. Dus dat is een heel groot verschil. Als ik hier een greepje van neem, of hier, en de hoeveelheid aas toe. Dit is het eigenlijk een beetje voor het voer. Keep it simple. Top. Weer een mooie voer. Kleine winden. Kleine schrokopjes. Oeps. De vis heeft vandaag blijkbaar de voorkeur voor de iets donkere kasters. Ze zijn ook iets lichter. Dan wordt blijkbaar toch rapper genomen. Dat is altijd stroom op hard ingooien. De stroming gaat van rechts naar links. Een beetje bijvoeren. Een paar hennepzaadjes, een paar kasters. En terug een mooie drift maken. Komt je dobber bijna op de plaats. Hengel stroomopwaarts en probeer een mooie drift te maken. Dus af te remmen ook. Dat je de dobber goed kunt sturen. Dus nu kom ik op de hotspot, zal ik wel zeggen, waar ik net die twee balletjes gekupt heb. Ga ik de dobber even tegen, rem ik even. En laat ik de dobber terug gaan. Dus aas heeft even gelift, komt nu terug mooi op de bodem. En we maken terug verder in drift. Gewoon laten drijven. Ik blijf vandaag toch het beste te werken. Mooie horen. Terug donkere kaster erop. Ligt die altijd mooi in het midden. Valt die heel natuurlijk naar beneden. Heel belangrijk in een voornvisserij. Maak alles zo natuurlijk mogelijk. Tegenstroming in. Beetje bijwerpen. Hengel tegen de stroom. Probeer af te remmen. Is de montage op de plek
had ik die nu eigenlijk gewoon driften. Dat was vandaag, blijkt vandaag toch het beste te werken. Weer een kleine indicatie. Het is ook een mooie gelijkmatige stroming om de dunder, echt perfect om te komen vissen eigenlijk. Gram en half dobber. Perfect gewoon. Bijna het volledig aan het einde van de drift. We beginnen gewoon opnieuw. Tiental kaster. Beetje hennep. De brut ligt er ook te spelen, hele kleine visjes. Kleine baarsjes die eigenlijk ja, net voor je voeten eigenlijk zwemmen. Hele visrijke rivier, de Dender. Was een aantal jaar geleden dood eigenlijk. Bewijst ook dat de waterkwaliteit in België heel veel verbeterd is. De rivier zit hier vol leven. Je ziet hier telkens wel vissen springen of visjes zwemmen. Je zit er ook meestal nooit alleen. Altijd wel iemand hier zitten vissen. Eindelijk de vis een beetje aan de praat gekregen. Regelmatig een klein plukje grondvoer, heel los geknepen, te gooien op de plek. Het zijn niet de grootste vissen, maar we krijgen een beet. Terug een donkerkleurige kast erop. Daarnet ving ik er drie in mijn plastic, die van er terug met kasters. En dat is na iedere twee, drie vissen. Kijk, dat is een klein greepje grondvoer. En heel los knijpen. Gooi ik op de stek. En daar is er weer een. Die gaat net los. Hele mooie vis nogthans. Even laten drijven. Hop. Daar is de volgende vis. Hele mooie voren. Mooi van voren het lipje. Rivier, sterke riviervissen. Terug. En ik zoek ze er echt uit. Een donkere kast eraan. Midden van het lichaam dat hij heel zachtjes zakt.
En terug erin. Hop naar de volgende drift. Klein plukje grondvoer. Hoeft echt niet veel te doen. En een tiental kasters. Zo heb ik hier vandaag het meeste succes. Netjes over de voerplek eigenlijk. Vissen zijn heel schuw. Ik weet niet goed waarom. Ik denk dat het echt de kleur van het water is dat er terug een kleine indicatie gekregen. Vissen zijn heel voorzichtig. Azen heel voorzichtig. Volgende vis. Terug een mooie vorm. Gulzig. Zo zie je maar hoe snel dat kan gaan. Niet stereotyp vissen. Blijven zoeken. Altijd blijven zoeken. De vis is baas. Donkere kaster erop. Het einde van de drift. Hengel even in de steun. Tiental kasters. Klein plukje grondvoer. En hop naar de volgende aanbeet. ...27 vissen. En ze bijten echt minimaal vandaag. Zingen, het is echt niet makkelijk. Ook veel al kleine vis. Is er echt gekend voor zijn hele mooie voort. Goeie strook hier. Zeker naar het najaar toe. Augustus, september kan je ze zeker verwachten, die dikke voort. Maar ik denk echt door de regen. Ja goed. We hebben al 30 vissen gevangen, dus we mogen zeker niet klagen. Maar we hebben er wel voor moeten werken. Soms vang ik er 2, 3, 4 achter elkaar en dan is het weer even stil. Kleine indicatie terug. Ja. De volgende vis. Mooie voren, terug. Mooi van voren het lipje. Mooie kwaliteitsvoren hier. Op de dender. Verschilletjes vanavond. Ik heb nu toch een 38 vissen gevangen. Dus het is mooi geweest. Ik heb er hard voor moeten werken. Nog even meegeven. Wat ik dus veranderd heb aan de montage. Dus het knopje van mijn onderlijn is hier. En dus hier had ik, als ik gestart was, het onderste loodje, nummertje 10, tegengezet. We staan nu eigenlijk toch zeker 10 centimeter hoger. Dan 30 centimeter hoger mijn tweede valloodje. Dus dat is echt voor te zorgen dat die haakkaster, echt heel langzaam naar beneden komt. Zo wouden de vissen het eigenlijk. Ik heb veel al kleine vis gevangen, dus waarschijnlijk die kleine visjes dat onderscheppen. Maar de echt grote vorens waren hier toch echt niet vandaag. Dus kijk, je ziet, ik heb hier van mijn loodje tot aan mijn haak, dat zal al zeker 60 centimeter zijn. En dan hierboven mijn twee loodjes, dus mijn hefboom eigenlijk, die voorkomt eigenlijk dat de haak in de war geraakt eigenlijk, met het schuiflood. En dan hier mijn loodjes en het schuiflootje. Mijn diepte is onveranderd gebleven. Dat is nog altijd mijn 1,5 gram dobber. Hele lange carbonantenne en een gevoelige fiberantenne. Hoop ik die eigenlijk uitgelood. Dus dat eigenlijk net onder water staat. Met het pijllood eraan, dus met een gestrekte lijn. Zo heb ik eigenlijk blijven vissen, dus ik heb mijn diepte niet veranderd. Ik heb enkel
de valsnelheid van de haakkaster heb ik eigenlijk veranderd. Soepele elastiek, heel belangrijk ook. Ik gebruik holle elastiek in een vrij groot deel. Dus van hier tot hier, dat is toch wel, ja, denk ik, een meter zit hier elastiek gemonteerd. Vonden jullie de video leuk? Ik heb een aantal vissen laten zien. Vonden jullie de video leuk? Geef een duimpje omhoog of abonneer jullie gratis op het kanaal. Tot de volgende video.